en onder het mom, ik moet echt gezonder gaan eten. Ik vind het zo schattig hoe ze het allemaal gedaan heeft gisteren. Ik weet niet wat het is. Vandaag had ik echt super, super veel energie. En nu voel ik me echt lui en moe. Goedemorgen, het is maandag en de laatste week school alweer. En ik heb trouwens echt last van mijn oog. Ik weet niet of je het zo een beetje ziet. Maar hij is echt heel erg groot. Ja, je ziet het wel, het verschil. Ik heb al dagen natuurlijk best wel juk in mijn oog. En nu dit. Maar ik heb zomaar brood eruit gehad, voor zeggen. We hebben altijd een soort regel. Wie het eerst beneden is, haalt brood eruit. Maar Mark vergeet dat eigenlijk altijd. En vandaag niet. Dus dat is fijn. Het is overal herrie. Overal zijn ze met de straten bezig en weet ik veel wat allemaal. Sommigen zijn nieuwe internetkabels aan het aanleggen, anderen weer andere dingen. Het ligt overal open hier. Maar goed, ik heb boodschapjes gedaan en nu naar huis en het is zulk lekker weer. Dat je echt denkt, nou ik zou hier nog wel 10 kilometer mee kunnen fietsen. Het is niet warm, het is niet koud, het is gewoon lekker. Lekkere ochtend. Dus heerlijk zonnetje, blauwe lucht. Ja. En onder het mom, ik moet echt gezonder gaan eten, is mijn deel 2 van mijn ontbijt gewoon even een appel. Want ik heb echt zoveel ongezonde zooi gegeten de afgelopen maanden. En het is ook echt te zien weer aan mijn huid. Het is echt verschrikkelijk. Dus ja, moet even anders. En daarna ga ik nog even het huis door. Dan hadden we voor de verrassing wel echt heel erg uitgebreid schoongemaakt en zo. Dus ik hoef niet heel veel. Ik heb al een wasje draaien. Dus ja, ik hoef niet heel veel vandaag. Dus dat is ook wel eens lekker. Nou, ik heb mijn hoofd er weer lekker af. Ik heb lekker pens in beeld. Maar goed, we beginnen dus gezond. Maakt ook echt niet uit, want ik had niet heel veel te doen. Maar dan zorg ik wel dat ik veel te doen heb. Ik heb nog even een extra wasje erin gegooid. En opgehangen, gestreken, allemaal dat soort dingen gedaan. En ik heb net besloten dat ik daar even een filmmiddagje denk met Sarah doe. Al, ja. Ik zit te denken, het is vandaag wel lekker weer. Maar ja, morgen kan het niet. Woensdag volgens mij ook niet. Donderdag ook niet. En we hebben een film die ze al heel erg lang wil kijken. Zie je donderdag ook niet. Dan zou het vrijdag worden. Misschien is het vrijdag ook wel lekker weer. Ja, vrijdag is het ook lekker weer. En vrijdag is ze vroeg uit. Dus ik denk dat ik dan vrijdag wat leuks ga doen. In de hoop dat het dan ook goed blijft. Want ze kunnen zoveel zeggen nu. En dat we dan vandaag de filmmiddag doen. Dan eindelijk die film kijken, want dat zouden we denk ik al 3 maanden doen. We hebben wel andere film gekeken die we ook zouden kijken. Maar het wordt wel tijd voor deze film. Ik ben zo bezig geweest. Ik mag over 8 minuten de deur uit. Wat opletten, het is zo dichtbij dat, dat het echt op minuten aankomt of je lang staat te wachten of niet. Zeg maar, dus echt over 8 minuten, dan ben ik echt vroeg genoeg. Ja, hou ik nog tijd over. Dus ik ga even verzinnen wat ik in de laatste 8 minuten kan doen. Oh, en we hebben alle versiering en zo. En daar ook allemaal. We hebben laten hangen. Sarah was er zo trots op dat ze dat allemaal had opgehangen. Alleen bij de tuindeur, daar hangt al een... Even kijken. Dat is moeilijk aanwijzen in het spiegelbeeld. Die is lek, dus die knip ik er denk ik gelijk nu even af. En die ballonnen gaan toch één voor één langzaam leeglopen. Dus dan gaan ze dan wel weg. Het hangt voor nu niet in de weg. Dus dan kunnen we er nog van genieten. Ik vind het zo schattig hoe ze het allemaal gedaan heeft gisteren. Ik ben weer gezellig met Sarah. Ja. En wat gaan we doen? Film kijken, Project Geo. Project Geo. Die zouden we al een tijdje kijken. En dat gaan we doen.
En we hebben lekker chippies. En die zijn tot... Die zijn... Ja, dat vond je leuk, hè? Ja, die zijn... Die zijn houdbaar tot Sarah's verjaardag. Dat ja. was grappig, hè? Kijk uit, je gaat bijna de schaal. Ja. Dus eigenlijk moet ik ze dan bewaren tot je verjaardag. Mama. Maar dan kan je nu niet eten. Hoe gaan we dat doen? Moet ik ze dan maar terug doen? Nee. Nee? Wil je ze toch wel eten? Ja. Gekkind. Gekkind. Het zou wel grappig zijn als ik één dag voor mijn verjaardag gingen we boodschappen doen, kwamen een zak tegen die tot en met de dag erna rijden nog kon gebruikt worden. Ja, maar dit is meestal wel langer houdbaar dan dat, dus die gaan we dan niet meer kopen. Het was echt gezellig vanmiddag even met Sarah. Lekker film gekeken en lekker samen op de bank gehangen. Daarna gaan koken, gegeten, Sarah naar bed gebracht. En nu ben ik echt koos energieloos. Ik weet niet wat het is. Vandaag had ik echt super, super veel energie. En nu voel ik me echt lui en moe. Het gaat helemaal nergens over. Ik had vannacht niet heel goed geslapen. Dus ik dacht, nou, ik kan wel een paar uurtjes slapen. Maar ik denk, nou, het zal wel drama worden. Heel de dag ging het goed. Nu, ben ook alleen. In ieder geval, Sarah ligt aan bed. Marco is langs zijn moeder. Dus ik ga gewoon even mijn dingetjes doen. En dan komt hij dadelijk weer thuis. En dan heb ik dat af. En dan even kijken hoe laat hij thuis is. Of hij is gelijk moe. En dan gaat naar bed of we hebben nog even tijd samen. Maar dan ben ik in ieder geval sowieso klaar. Oh, en ik moet afwassen. En ik heb echt zo'n hekel aan afwassen. En de monteur zou in 2 werkdagen bellen voor een afspraak. Nou, vandaag niet gebeld. Dus dat moet morgen worden. En ik hoop zo dat die afspraak dan niet ook nog 2 weken duurt. Ik ben dat zelf afwassen echt zo zat. Van genoeg te doen op een dag. Ik heb er gewoon echt geen zin in om dat ook nog elke dag bij te blijven doen. Ik echt, was echt een beetje kwijt hoeveel werk het is om dat elke keer met de hand te doen. Ik haat het echt. Het is echt heel erg, maar ik haat afwassen. Dus als ik ergens ben en even help of zo, dan vind ik het niet zo erg. Maar als ik het heel de dag door verplicht moet doen, echt verschrikkelijk. Ik vind het echt een ramp. Oké, zo vaag. Ik hoorde net iets. En toen zag ik een koppie. Kijken of ik het op de film krijg. Oh, hij rent gelijk weg. Doei, Poes. Ik ben klaar en Marco is nog niet thuis. Dus ik ga even 24 verder kijken. Laatste seizoen, nog een paar afleveringen. Ik schiet er wel doorheen, want het gaat snel. En ik zit meestal wel ondertussen nog dingen te doen. Dus... en ik wil zo graag weten hoe het afloopt. Dus ik ga gewoon echt even binge-watchen nu. En lekker aardbeidjes erbij.